François Gesthuizen, het moeilijkste lijkt me altijd na zo'n wedstrijd als in Den Bosch. En je hebt natuurlijk een brede selectie. Om dan te zeggen van ik grijp nu toch in. Of we grijpen nu toch in. Nee, dat is op zich niet moeilijk. Als dat moet, dan moet dat. Hè. Dat is ook de rol die wij hebben als trainer. Dan moeten we keuzes maken. En ja, en soms moet dat wel. En soms moet je speler vertrouwen geven. En soms houdt dat een keer op. Dat dilemma bedoel of dilemma, die keuze bedoel ik even. Iemand vertrouwen blijven geven. Want oké, het is 4 wedstrijden ook goed gegaan. Of 3. Of gelijk ingrijpen. Ja, maar dat is altijd een spanningsveld hè, voor een trainer. Wanneer doe je dat wel, wanneer doe je dat niet? Het feit is ook wel, als je kijkt een beetje naar ons, want daar doe je natuurlijk op. Dat we wel een groep hebben wat, wat dicht bij elkaar zit. Een aantal jongens die van de bank gekomen zijn, die prima ingevallen zijn. Die ook prima kunnen invullen. Dus wat dat betreft is dat een voordeel voor trainers. Dus je hebt meerdere keuzes. Nou, uiteindelijk is de keuze van laat je iemand invallen of laat je iemand meteen starten. Ja, die keuzes die heb je iedere week. Cas Odenthal, we zitten vrijdag, zaterdag, zondag 2 dagen na de wedstrijd in Den Bosch. Ja. Hoe heb je geslapen vrijdagnacht? Ja, dat was natuurlijk een iets mindere eerste helft van mij. Nou ja, zulke wedstrijden die komen ook wel eens in de competitie. Ik heb de eerste 4 wedstrijden gewoon prima gespeeld en dan de eerste helft is iets minder. Maar ja, weet je, dat hoort bij voetbal. Dan moet ik mijn leermomenten uithalen. En ja, als ik er weer moet staan, dan zou ik er staan. Dus, Ja, dat zeggen we altijd, hè? Leren van zo'n wedstrijd. Wat leer je? Ja, dat leer ik. Dat bespreek ik met de trainers natuurlijk. Maar het zijn bepaalde momenten die beter moeten. En dat weet ik zelf. Daar ga ik aan werken. Nou, wordt dit natuurlijk een hele andere wedstrijd dan vrijdag, hè? Maandag tegen de Graafschap. Nou ja, laten we het hopen. Hè? Want we waren het met z'n allen wel eens dat we niet zo tevreden waren over hetgene wat we in Den Bosch zeker de eerste helft hebben laten zien. Ja, uiteindelijk haal je daar nog wel een punt. Dat is mooi. Hè? We hebben als team wel gestreden voor tot het laatste moment. Dat is bij die gasten allemaal wel prima voor elkaar. Maar je hoopt ook wel op het veld wat meer te zien. Dus wat dat betreft hoop ik wel dat het een andere wedstrijd wordt. En uiteindelijk met een ander resultaat, want we gaan wel voor de winst. Positief punt wat je er wat mij betreft uit kunt halen is dat dit de tweede keer was dit seizoen dat je de slotfase toch nog een resultaat haalt. Ja, dat klopt. Daar zijn we ook wel voor gegaan. Hè. Ik heb van de week ook in de persconferentie en ook tegen andere media gezegd. Kijk, het is wat makkelijker aanvallend wisselen en aanvallend voetballen als je tegen 10 man speelt. Dan moet je wel. En je stond nu ook achter. En uiteindelijk is dat wel beloond uiteindelijk nog met een punt. Wel of niet terecht, maar we zijn er wel voor blijven gaan. En dus de teamspirit wat dat betreft zit wel goed. Het ging vooral mis aan de bal vrijdag? Ja, ik moest de opbouw inderdaad beter verzorgen. Ik heb te weinig initiatief erin genomen. En dat moet inderdaad volgende keer ook beter. Dus daar werk ik keihard aan. Ik dacht heel even dat ene duel in de eerste helft waarbij die jongen eigenlijk misschien tegen jouw knie aanloopt, maar in ieder geval wel onderuit gaat. Ik denk, oh, daar gaat hij. Ja, het was een beetje zo'n bal ertussenin en hij valt. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar ik vond het niet zoveel aan de hand. Dus goed gezien van de scheids. Okay. Hey, dan loop je naar de eerste helft, loop je naar de kleedkamer. Voel je hem al aankomen dan? Je speelt de eerste helft wat minder, maar we liepen als team ook niet zo goed. En als de trainer je dan wisselt, dat is het besluit van de trainer. Daar kan ik verder niks over zeggen, maar je moet het ermee doen. Deze groep kun je daardoor ook zien, vind ik, is fit. Dat heeft ook zijn voordeel als je dan 2 wedstrijden zo kort op elkaar hebt. Zeker, nou, dat zijn ook keuzes die je kan maken. Hè. We maken keuzes op basis van vorm of keuzes op basis van een tegenstander die misschien een bepaalde kwaliteit hebben waardoor je andere spelers kiest. Maar je kan ook keuzes maken op basis van fitheid. Dat je ziet dat een jongen van vrijdag nog wat last heeft of niet helemaal fit uit de strijd komt. Zou het ook een keuze kunnen zijn dat we die jongen wat rust geven en een ander erop zetten. Dus ja, die keuzes zijn vaak heel breed. Hey, even voor mij hoor, maar dan is het even snel in het trainingspak en gelijk weer gaan kijken 2 helft of ga je eerst uitgebreid douchen? Nee, ik heb heel snel gedoucht en ik ben gaan kijken naar de wedstrijd. Ja. Hopen dat ze toch nog een resultaat eruit halen. Ja. Dat gebeurde weer voor de 2e keer al dit seizoen in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. Ja. Dat zegt wel iets over de vechtlust? Ja, we geven niet op, pas tot het laatste fluitsignaal. Dus dat is denk ik een goede eigenschap van ons team. En ik denk dat we daarop voort kunnen beduren. Ook al was het tegen Den Bosch niet heel goed. Maar ik denk met strijd en passie dat we er toch een punt uit hebben gehaald. Ja. Er is ook realiteitszin, want het punt werd niet echt gevierd hè, in de kleedkamer na afloop. Nee, dat klopt. Ja, het is toch lekker dat je in de laatste minuut toch nog een puntje haalt. Maar het liefst hadden we natuurlijk gewonnen. Dus Het beeld bij de Graafschap is duidelijk. Die zitten volop in op een terugkeer in 1 keer naar de Eredivisie. Hè? Dat hebben ze ook uitgesproken volgens mij, ja. Kansloos. Hoe bedoel je dat?
Laten we zeggen, het wordt een moeilijke wedstrijd. Over die kansloos wij? Nee, daar geloof ik niet in. Ik dacht dat jij bedoelde kansloos dat zij direct terugkeren. Nee. Dat weet ik ook niet. Hè. Dat is hun doelstelling. Nee, kansloos niet. We hoeven niet te beginnen. Nee, we hebben zeker mogelijkheden. Kijk, de Graafschap heeft van de week tegen Ajax gespeeld. Stond 0-2 met de rust. Dat had ook 0-3, 0-4 kunnen zijn. Heb je het wel over Ajax, dat het gewoon een goede ploeg is. Maar de Graafschap werd een beetje in de zadel geholpen natuurlijk door de rode kaart van Ajax. En dan zie je ook hun kwaliteit. Hè. Opportunistisch, veel lengte. Thuis met het publiek erachter. Maar wij spelen nu thuis. Dus wij willen zorgen dat wij de mensen erachter krijgen. Wat we de laatste week al echt hebben. Hè. Ook veel mensen ook bij uitwedstrijden. De steun ook die gasten. Ja, die hebben dat ook wel nodig, jonge jongens. Dan hoop ik met de steun hier van onze supporters. En wat beter dan afgelopen vrijdag. Ja, willen wij gaan voor resultaten. Dus zeker niet kansloos. Hey, en nou even nog ademhalen. En dan is de volgende wedstrijd alweer. Ja, precies. Morgen tegen de Graafschap. Dus gaan we er weer bovenop klallen. En hopelijk een goed resultaat halen. Ben je erbij? Ja, dat ligt aan de trainers. Ik ben sowieso in de wedstrijdselectie, dus of ik ga spelen, dat weet ik niet. Als ik er moet staan, zal ik er staan. En, ja. Hey, dit is wel iets wat je... Je bent nou 2 maanden prof. Ja. Ja. Zo maak je gelijk even alles mee, hè? Ja, nou ja, het hoort erbij. Dus moet je nu mentaal even sterk zijn. Maar weet je, dat is ook, kan ik weer heel veel van leren. Dus hier word ik alleen maar sterker van, alleen maar beter van. Dus ja. Hey, dankjewel. Alsjeblieft. Want dat wat je zegt, dat mogen we zeker wel even aanstippen. Die jongens, die supporters van NEC, die hebben de hele wedstrijd gezongen, joh. Ja, het waren er veel. Hè. Het waren er laatst bij Roda ook al een hoop. Ja, dat is voor deze jongens ook natuurlijk voor het moraal allemaal goed. Hè. Kijk, op het moment dat je wedstrijden wint, is het dan nog makkelijker allemaal om achter een team te blijven staan. Nou, goed, je kan het ook omdraaien. Hè. We zijn sinds de eerste speeldag ongeslagen. Natuurlijk had je vrijdag wat beter willen voor de dag willen komen qua voetbal. Uiteindelijk een puntje goed. Maar dan is het wel lekker dat die gasten ook ons ondersteunen. En tot het laatste moment ook achter die goal zitten en zingen. En dat wij daar een goal maken. Dat is mooi. Dat hebben we ook nodig als team. En goede en slechte tijden hoop ik. Dankjewel. Graag gedaan.